Welkom bij de podcast van Menno en Erwin. Elke week op woensdag komt er een nieuwe aflevering van de podcast van Menno Gerkema, professor emeritus hoogleraar van de Rijksuniversiteit Groningen. En mijn naam is Erwin Balkema. En samen kijken we naar de natuur en de wetenschap. Ja, Menno. En het is weer dinsdagavond, dus we zitten weer bij elkaar. En waar gaan we het deze week over hebben? We gaan het hebben over kleur. Kleur? Ja. Oké. Okay. Het was een vraag die ik kreeg van iemand die ik tegenkwam. Die zei, ja, waarom zijn eigenlijk al die kleuren er? En wat betekenen die kleuren nou in de natuur? Ja. Nou, dus ja, want het had natuurlijk gewoon ook allemaal zwart-wit kunnen zijn. Bij wijze van spreken. Ja. Dus we hebben jarenlang alleen maar zwart-wit films gezien. Ja. Nee. En er zijn, eerlijk gezegd, dus ook dieren die min of wel meer wel leven in een zwart-wit wereld. Ja, want hun ogen zijn niet goed. Ja. Die hebben dat dan niet nodig. En ook in de loop van de ontwikkeling van het leven, de kleuren zien verloren hebben. Ja. Maar goed, kleuren speelt voor heel veel planten en voor heel veel dieren wel een hele grote rol. Ja. En het begint natuurlijk met bloemen. Die zijn voortdurend bezig zijn om insecten ook aan te trekken, want die hebben ze nodig voor de bestuiving. Want daarom hebben ze mooie kleur. Ja, denk ik wel. Dat is een van de belangrijkste redenen, is om te zorgen dat ze aantrekkelijk zijn voor bepaalde insecten die dan het stuifmeel aanbrengen van andere planten, respectief hun stuifmeel doorgeven naar andere planten. Ja. Dus ja, daarvoor is dat heel belangrijk. Sommige planten doen dat ook heel extreem. Die zorgen er nog voor. Dus is een orchidee, de bijenorgus, die heeft ook een bepaalde vorm van blad. En dat lijkt een beetje op een bij. Dus dan is het niet alleen de kleur, maar dan is het ook nog de vorm. Maar zo'n bij zweeft dan rond en denkt dan, ik moet daarheen. Ik moet daar, ik moet naar die bij heen. Niet naar een madeliefje wat ernaast zit. Zeg ja. Maar. En is het dan alleen op kleur, Menno, of is er ook reuk? Daar kunnen veel meer dingen een rol spelen. Maar kleur speelt in ieder geval wel een belangrijke rol. En insecten hebben over het algemeen een heel uitgesproken vermogen om kleuren te onderscheiden. Hierom waarschijnlijk. Ja. Ja. Nou ja, wederzijds. Ja. Want kleuren spelen natuurlijk nog veel meer een rol. Heel belangrijke rol is natuurlijk aantrekkelijk zijn voor partners. Ja. Je kan je, zeg maar, onderscheiden met de kleuren. En dat geldt natuurlijk voor bijvoorbeeld voor mannetjesvogels. Ja. Het geldt voor niet zozeer voor alle mannetjes zoogdieren. Die zijn, in ieder geval, ik ken sommige zoogdiersoorten waar mannen zich er niet zoveel werk van maken. Ik snap niet waarom je me nu aankijkt, Menno, maar goed. Maar ik denk aan de pauw. Ja, bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk een dier wat en niet alleen daarmee, maar ook nog met zijn belachelijk grote staart aan het wapperen is. Ja. Nou, dat is in principe, dat is in de tijd in de biologie wel aangeduid als het handicapprincipe. Hmm. Alleen een heel sterk mannetje kan dan zo'n grote staart hebben en dat imponeert vrouwtjes. Ja. Nou, die theorie die wankelt wat, daar is veel van af te dingen. Maar in ieder geval, dat kleuren een rol spelen bij het aantrekken van soorten, dat is absoluut waar. Ja, ik moet zeggen, dat trouwens, ik zit nu over die pauw na te denken, maar op Ameland, in Holm, hebben ze allemaal dieren daar vlak bij elkaar. Maar daar hebben ze ook een albino. Ja. Pauw. Ja. Helemaal wit. Ja, nou, dat is natuurlijk een mutatie. Die komt vaker voor bij allerlei dieren. Ik weet eerlijk gezegd niet of dat... Ik heb nog nooit gehoord van een experiment of die nou extra aantrekkelijk zijn voor seksuele partners. Ja. Geen idee. Wat ik wel weet is dat er onderzoek naar gedaan is dat vaak een enorm risico is voor predatoren. Ja. Ze vallen natuurlijk ontzettend op. Ja, nee, het is echt spierwit hoor. Ja. Ja. Dus als er dan een predator is, dan kan het ook nog wel een risico zijn. Hm. Maar goed, de kleuren bijvoorbeeld van vlinders, die zijn soms oogverblindend. Ja. En dat heeft zeker wat te maken met partnerkeuze. Dus dat is een heel belangrijke reden. En een heel andere belangrijke reden zit juist helemaal de andere kant op. Dat is in feite te verdedigen tegen rovers, tegen predatoren, zoals we dat noemen, tegen aanvallers. Ja, dan krijgen we een schutkleur waarschijnlijk. Ja, dat is, voor een deel is dat schutkleur. Hm. En
Nou ja, er zijn sommigen die onttrekken zich helemaal, proberen zich helemaal te onttrekken aan rovers. We hebben het de vorige keer over de mol gehad. Ja, zeker. En nou, die leeft natuurlijk, zeg maar, onderaards voor het grootste deel van zijn leven. En is daarmee weg van de meeste rovers. En er zijn natuurlijk heel veel larven van insecten en aardwormen en zo. Die spelen datzelfde spelletje. Ja. Als u dat nou leuk vindt, hè, die mol. En Menno heeft me helemaal geprobeerd daar fan van te laten zijn. Kijk dan even naar onze aflevering nummer 78. De mol, een verbazingwekkende tuinvriend. Dan kunt u daar alles over horen. Ja, nou dat is het. Dat is je in feite je verstoppen. Dat heette met een mooi woord anagoresis. Maar wat veel belangrijker qua kleur is in de natuur, is crypsis. Dat is wat jij net bedoelde. Dat is je door kleur verbergen in feite. Ja, ja. En dan krijg je al die groene rupsen in het gras, sprinkhanen, heel veel insecten die zich dus direct met hun kleur zeg maar camoufleren. Ik zag nog een tv-aflevering met Geert Vonk, daar had ik samen met mijn zoon even gekeken. Maar het ging over een luipaard, maar die is geflekt. Maar dat is ook om niet op te vallen op de savanne. Ja. Zeker, die vlekkenpatronen, maar ook bijvoorbeeld de streeppatronen van zebra's zijn ook wel geïnterpreteerd als. En ik heb dat zelf ook wel gezien in Afrika, dat valt een beetje weg vaak. Ja. Tegen de achtergrond, als er wat hoger gras bij staat, dan dat soort patronen dragen met kleuren er toe bij dat je het niet meer ziet. Nee. Nou, een heel beroemd voorbeeld zijn kleine diertjes in de oceaan, planktondiertjes, die zijn rood. En ik zie, ja, maar dat valt toch heel erg op. Ja. Maar dat is onder water, als je wat dieper gaat, is dat helemaal niet waar. En ook op grotere afstand, dan filtert dat rood juist uit. Dus die zijn eigenlijk zwart voor degene die eromheen zit. Ja, omdat dat de zon dan gewoon weg is. Want je bent gewoon te diep, zeg maar. En dat, eerlijk gezegd, is dat een heel verbijsterend iets. Ik heb vroeger veel gedoken en ook vaak 's nachts gedoken. En dan zie je natuurlijk in het donker eigenlijk helemaal niks. Maar ja, mensen zijn dan zo flauw, die nemen dan een zaklantaarn mee. Ja. En dan weet je dus niet ineens wat je ziet. Dan knallen de kleuren er ineens uit in die donkere nacht. En, maar ja, dat is dus heel oneerlijk. Wel mooi om te zien. Ja, absoluut. Ja. Nou, er zijn natuurlijk dieren die spelen met de kleuren die ze hebben. Beroemde voorbeelden zijn sepia's en octopussen. Die invissen die hebben in hun huid kleurcellen die ze groter en kleiner kunnen maken. Dus de inktvis verandert van kleur of zijn inkt? Nee, dat is de kleur in de huid. Hè. Dus dat heeft niks met die inkt te maken. Nee. Dat is een manier om vijanden te misleiden en in de mist te verdwijnen. Maar dit is de kleur van van hun huid. Kunnen ze dus aanpassen aan het substraat. Dus dan zien ze het ineens zandig en dan is het ineens stenig. En dat, dus ze kunnen dus met die verschillende kleuren, die kunnen groter en kleiner worden, die cellen. In die dispersie van die cellen. Ja. En daardoor vallen ze helemaal weg tegen de achtergrond. Zou ik toch ook wel een leuke eigenschap vinden, Menno. Ja, zeker. Nou ja, er zijn gekko's die dat ook kunnen. Dus reptielen, die kunnen dat ook. Met dat chromatoforen heten die cellen die de kleur bevatten. Nou, een heel bekend principe wat ook een klein beetje lijkt op die luipaard met zijn vlekken. Dat is het principe van tegenschaduw, countershedding. En countershedding betekent dat je aan de bovenkant donker bent en aan de onderkant licht. En dan val je vaak op een afstand val je weg. En dat is een principe wat militairen hebben overgenomen. Bijvoorbeeld in schepen en vliegtuigen. Die zien vaak aan de onderkant zijn ze licht. En aan de bovenkant zijn ze donker. Ja, ja. Ook om schutkleur te hebben. Ja, en dan val je dus in feite weg tegen de achtergrond. Ja. Nou, er zijn met dat donker en licht is er wel een bijzonder verhaal. Hoe industriële vervuiling leidt tot verandering bij dieren. Dat is een soort vorm van snelle evolutie. Dat is met de peper- en zoutvlinder, vooral in Engeland, bij kolenmijnen en de zware industrie. Dus dat waren eigenlijk twee dezelfde vlinders. De ene was alleen wat donkerder dan de ander? Nou, er was altijd al variatie bij die peper- en zoutvlinder. Het was zo'n zwart-wit gevlekte vlinder. Maar geleidelijk aan begonnen de vlinders die behoorlijk donker waren, begonnen te overwinnen. Dus op het laatste had je een groter aandeel van zwarte vlinders in de populatie. Ja, tegen die achtergrond van die vervuiling. Ja, vielen ze natuurlijk minder op. Ja, dus dat is een van de meest bekende voorbeelden van hele snelle verandering in een soort. Dus door selectie, dat die zwarte betere overlevingskans hadden.
Nou, er zijn natuurlijk, zeg maar, als je naar vissen kijkt, dan is er een enorm verschil. Als je op de Groninger Vismarkt kijkt, dan zijn veel van die vissen die daar liggen, die zijn op zich heel mooi, maar de, ja, zijn toch een beetje grauwig, een beetje bruinig, ja. Soms zilverig, maar toch altijd heel beperkt in de kleuren. Mm-hmm. En als je dat dan vergelijkt met bijvoorbeeld koraalvissen, die je kent van tropische aquaria, dan is dat een wereld van verschil. Ach, ja. Nou, de achtergrond is natuurlijk eigenlijk, wordt in zo'n dit verhaal ook wel een beetje duidelijk. Die Noordzeevissen, ja, die zitten tegen een zand achtergrond. Een achtergrond. Beetje lemig, een beetje bruinig water. Ja. Dus dat valt daarmee weg. Terwijl in het koraal, daar hebben koralen hebben allerlei kleuren. Daar leven heel veel dieren met heel veel felle kleuren. En daar vallen juist die heel fel gekleurde vissen, die vallen juist weg tegen die hele gemengde achtergrond. Ja. Dus het is zo kleurrijk dat je de individuen niet meer ziet. Nee. Nou, daar spelen dan strepen en patronen natuurlijk ook nog een rol bij. Ja. Ik moet zeggen, Menno, ik was in Dubai een paar weken geleden. En ik grijp alles aan om daar het weer over te hebben, hoor. Maar we hadden dus een aquarium in het hotel, hè. In de Atlantis de Palm. Nou, echt waanzinnig. Ik heb er gewoon koffie zitten drinken. Gewoon kijken naar die vissen. Ik vond het fantastisch. Ja. Ja, nee, dat is het. Toen zag ik ook, de ene vis was ongelooflijk kleurig en de andere niet. Het was heel mooi. Dat is het bekende droogduiken met koffie. Ja, ik deed dat dan altijd door een fles met geperste lucht. Nou ja, zo kan iedereen zich makkelijk en moeilijk maken. Ja. Dus die combinatie van kleuren en patronen. Nou, denk maar aan zebrastrepen en zo. Die roofdieren met hun vlekkenpatronen. Nou, dat is allemaal om weg te vallen tegen de achtergrond. En het heeft maar één nadeel. En dat is dat vaak moet je dan wel stilhouden. Want anders, als je gaat bewegen, dan wordt het ineens juist heel opvallend. Ja. Dus dan krijg je een soort afweging. Nou, als je eten moet, ja, dan moet je toch even je dekking opgeven. Ja. Nou, heel andere en behoorlijk wijdverbreide vorm van kleurgebruik is het afschrikken. Hm. Dat heet met een mooi woord aposematisme. Dat is het waarschuwen voor het feit dat je bijzonder onaantrekkelijk bent. En een heel bekend voorbeeld wat wij hebben, dat is het lieve heersbeestje. Dat is natuurlijk heel opvallend met die. Ja, maar waarom is die onaantrekkelijk dan? Nou, die smaakt blijkbaar heel vies. Die heeft een paar stoffen in zich die afschuwelijk zijn. Hm. En als een vogel bijvoorbeeld één keer zo'n lieve heersbeestje gepikt, dat is natuurlijk spijtig voor dat ene lieve heersbeestje, maar daarna zal hij in zijn hele leven nooit meer een lieve heersbeestje aanvallen. Zo vies is hij. Okay. Ja, zo vies. Ja. En van dat principe maken veel meer dieren gebruik. In zee bijvoorbeeld, daar heb je heel veel van die slakken. Naaktslakken in waanzinnige kleuren en ook een hele mooie vorm. Maar vooral die kleuren zijn ongelooflijk opvallend. Dus het eerste wat je dan ziet als het in zo'n substraat is zo'n belachelijk gekleurde zeeslak. Maar ook die waarschuwt met zijn kleur, pas op, ik ben gewoon heel niet giftig. Lekker. Ja. Ja, okay. En misschien is het zelfs link om hem überhaupt aan te pakken. Nou, er zijn bekende voorbeelden waarbij een rupsje, dat is een heel leuk voorbeeld. Een rupsje die zijn achterlijf, dat heeft precies het silhouet en de vorm van een giftige slang. Oh, oké. Okay. En als je nou niet in de gaten hebt dat het alleen maar een heel klein rupsje is, maar dan, je kan de grootte niet inschatten, dan denk je dus, oh, wegwezen, daar zit een slang. Er staat een hele mooie foto van op de site van Naturalis. Okay. Het grote natuurmuseum in Leiden, die heeft een prachtige site, naturalis.nl. En dan als je kleur dan intikt, dan komen er prachtige voorbeelden van dit soort effecten. Ja. Dus felle kleur als giftig. Nou, een heel bekend mooi voorbeeld zijn roggen. Meestal zijn roggen een beetje onopvallend grauw, die aangepast aan de omgeving. Maar je hebt een torpedorog. Torpedorog. Okay. Die is een elektrische rog. Die kan elektrische shocks uitdelen. Ook nog. En dat is behoorlijk link voor heel veel dieren. Ik weet eigenlijk niet voor de mensen ook. Nou, het zijn behoorlijke stroomstoten die daarmee gegeven kunnen worden. Maar die heeft als waarschuwing 5 knalblauwe vlekken op zijn rug. Ah. Dus die geven aan, pas op, hoogspanning. Ah, ja. Okay. Nou, en wij hebben in onze omgeving natuurlijk een heel erg mooi voorbeeld van qua kleur. Het ijsvogeltje. Ah. Natuurlijk fantastisch in zijn kleursamenstelling. Ja. Ongelooflijk mooi beestje.
Wat ik niet wist, maar wat ik nagelezen heb, is dat het blijkbaar qua aantrekkelijkheid, qua smaak, heel erg. Het is een heel vies vogeltje. Een heel vies vogeltje. Ja, er zitten blijkbaar, heeft hij ook weer stoffen in zich die maken dat het heel onaantrekkelijk is. Dus er zit ook nog weer heel veel variatie in, want voor mij zijn het gewoon allemaal vogeltjes. Maar... Ja, nee. Ja. Want bijvoorbeeld zangvogeltjes, die proberen juist weg te vallen. Dat was dat wat we al eerder bespraken, die cryptus. Maar ja, die zijn blijkbaar veel aantrekkelijker. Dus die zijn dan leggen het loodje. Terwijl zo'n ijsvogeltje, ja, die laat gewoon zien, ik ben een ijsvogel, ik ben vies. Ja, ja. En die wordt dus niet meer aangevallen. Nee. Nou, er wordt ook dus gebruik van gemaakt in een speciale vorm van mimicry. Dat is genoemd naar meneer Müller, die dat ooit ontdekt heeft, de Mülleriaanse mimicry, dat soorten beginnen dan op elkaar te lijken die ook allemaal een beetje vies zijn. En als dat nou maar heel bekend is, dat heel veel verschillende soorten allemaal hetzelfde uitzien. Een beetje rood, zwart en blauw zijn dan geliefde kleuren die dan goed signaleren. Ja. Dan blijf je van al die insecten die dat rood, zwart, blauw zijn uit. En dan weet je, oh, daar heb je weer zo'n vies beest. Ja, die neem ik niet. Dus die maken gebruik van elkaars aanwezigheid om dat effect te versterken. Ja. Nou, het is wel grappig dat in de reclamewereld hebben ze daar een soort omgekeerd gebruik van gemaakt. Er zijn heel veel merken cola die dan gebruik maken van de originele kleuren en de vorm van Coca-Cola. Ja, dat allemaal een beetje op elkaar lijkt, dus dat je misschien dan... En je moet maar eens opletten, in de schappen van een supermarkt heb je allerlei verschillende chips merken. Maar die hebben dan allemaal verschillende smaken, met paprika of met kaas of weet ik wat. En al die verschillende varianten die lijken bij al die verschillende merken precies op elkaar. Ja. Dus dat is ook een soort versterkend effect. Ja. Van, in dit geval neem dit maar, dat is wel goed. Ja, of dat goed is, weet ik niet, maar in ieder geval het verkoopt dan beter. Ja. Dit is een heel algemeen verschijnsel. Dat waarschuwen, het kost dus een enkel individu, het legt het loodje. Want die is de eerste die dan het ervaren wordt. Maar dat is dan eigenlijk ook alles. Nou, en dan zijn er natuurlijk, is er een heel bekende vorm van mimicry, dus de mimicry van Bates, dat zijn de cheaters, dat zijn de bedriegers. Oké. En meneer Bates heeft dat het eerste onderzocht en bekeken aan zweefvliegen. Die hebben een geel-zwart patroon en als je niet goed kijkt, denk je dat je een wesp ziet. Ah. Het is een heel onschuldig beestje, wat absoluut niet de eigenschappen van een wesp heeft, op geen enkele manier. Maar het wekt wel die indruk. Dus iedereen deinste voor terug. En heel veel rovers ook. Wegwezen. Ja. Dat komt veel meer voor. Spinnen maken er gebruik van. Bijvoorbeeld sommige spinnen die zien er net uit als lieve heersbeestjes. Dus die maken gebruik van die eigenschap die we net bespraken. Ja. Er zijn sommige mannetjespinnen. Mannetjespinnen hebben het heel moeilijk. Daar moeten we het later nog maar eens over hebben. Die worden zelfs door hun eigen vrouwtje opgefroten. Mm. Maar er is een mannetjespin die lijkt dan op een mier. Die probeert, zeg maar, weg te vluchten als een heel ander beest. Ja. Nou, die heel bekend is bij slangen. Over het algemeen zijn mensen toch al bang voor slangen. Ja, dat is ook niet mijn favoriete. En er zijn dan heel giftige slangen, die laten dat duidelijk zien. Koraalslangen, die hebben van die mooie ringen, van die zwart, geel, rode ringen. En er zijn er heel veel onschuldige soorten die helemaal niet giftig zijn. En die imiteren dus dat giftige soort. Ja. Andere soort. Ja, en daarmee profiteren ze dus van het feit dat men doodsbenauwd is voor zo'n koraalslang. Nou, dat begrijp ik ook wel, hoor. Want het was vandaag volgens mij weer op nieuws, Menno, dat er weer eentje was ontsnapt ergens. Iemand had hem gewoon thuis gehouden en dat was gewoon, dat vind ik geen leuk. Iedereen mag doen wat hij zin in heeft, maar dat dacht ik wel van, oei. Ja, het is wel, op zich is dat ook wel weer een heel spannend onderwerp. Waarom zijn mensen zo bang voor slangen? Ja. En honden ook trouwens. Mijn eigen hond die komt uit Spanje. Daar heeft hij de eerste jaren van zijn leven waarschijnlijk niet zo prettig doorgebracht. Die is doodbenauwd voor iets wat slangachtig is. Die springt hij overheen. Ja. Of hij loopt liever een kilometer om dan dat hij over een bepaald takje gaat wat op een slang lijkt. Ja. Daar zit dat heel duidelijk in. Hmm. Ja. Die mimicry van Bates, die passen beesten ook toe door bijvoorbeeld een oogvlek op een vreemde plek te hebben. Er zijn dus
vissen die hebben een oogvlek op hun staart. Okay. Dus dan komt een rover erop af en die denkt, pats, ik heb je. Maar dan zwemt dus die vis de hele andere kant op. Ja, ja, omdat hij toevallig de staart zag in plaats van de kop. Ja. Nou, dat komt ook bij insecten wel voor. Dus er zijn, ja, dat cheaten en gebruik maken van eigenschap van anderen die giftig zijn of gevaarlijk of je misleiden, dat is een heel bekend manier om met kleuren om te gaan. Nou, ik vind het ongelooflijk hoeveel variaties er dan zijn, Menno. Ja, dat is ook. En het lastige ervan is, je kan in zijn algemeenheid er wel iets over zeggen, maar om precies aan te tonen dat het echt die functie heeft, dat kost heel veel zorgvuldig onderzoek, want je moet maar aantonen. En dan moet je ook wat variatie hebben, dat het echt uitmaakt of je dat kleurpatroon dat effect heeft. Ja. En jij hebt heel veel gewerkt met muizen. Ja. Zit daar nog veel kleur in of is het gewoon allemaal bruin? Nou, de veldmuis is typisch zo'n crypsisbeest die zich daarmee onttrekt. En ook voor een deel een beetje die dat wegvluchten ondergronds met zijn ondergrondse levenswijze. Ja. Er komen soms, als je, wij hadden in het laboratorium ook een kweek van die veldmuizen. Dat is verder geen enkel probleem om die goed te kweken. Maar daar komen dan soms spontane kleurmutaties in. Oké. Okay. En daarvan weet ik eigenlijk wel zeker dat als die er zouden zijn, dat die in de natuur het loodje zouden leggen. Die zouden er gewoon te makkelijk uit. Die hebben gewoon geen kans. Ja. Nee. Nee. Wat is dan een kleurmutatie? Wordt niet er zitten witte vlekken in. Ja, ja, okay. Ze worden niet eens knalblauw. Nee, gaat het dan ook weer niet. Nee. Nee, daar moet er wel heel wat gebeuren voordat een beest knalblauw wordt. Nou, Menno, wat een leuke aflevering weer over kleuren in de natuur. Ik vind onszelf ook best wel kleurig. En vind jij dat nou ook? Nou, volg dan onze podcast. En nog leuker, stel eens een vraag. Waar zou je willen dat wij het over gaan hebben? Dan ga ik de vragen stellen aan Menno Gerkema. Stel je vraag op erwin@bano.nl.